In een land lopen een meisje en haar broertje over de straat. Plots komt er een vrachtwagen aan die het meisje niet gezien had. Haar broertje gaat snel hulp halen. Papa en mama, er is iets heel ergs gebeurd. Wat is er dan? Wat is er dan? Ea is overgereden. Er was een vrachtwagen en haar benen zijn gebroken. Ah! Wat erg. We moeten haar halen. We moeten naar het ziekenhuis. Jullie moeten onze dochter helpen. Leg haar maar op de bed. Dat ziet er echt niet goed uit. Kunnen jullie haar alsjeblieft helpen voordat ze doodgaat? Dat is een dure operatie. Hebben jullie wel genoeg money? Geld? We hebben helemaal geen geld. We kunnen haar helaas niet helpen. Deze jongen is op vakantie. Hij wordt gebeten door een slang. Het doet wel pijn, maar hij is niet ziek. Na de vakantie ziet de jongen zijn vrienden op school. Hoi, waar ben je geweest? Ik ben naar het zwembad geweest. En waar ben jij eigenlijk naartoe geweest? Ik ben in Marokko geweest. Oh, Marokko, ik ben naar Turkije geweest. Ik ben naar Disneyland Parijs geweest. Is dat leuk? Ja. Waar ben jij eigenlijk naartoe geweest? In India. Eigenlijk een beetje door de jungle gelopen. Wow, India? Ja. Wow. Ja, maar ik ben wel eigenlijk door een slang gebeten. Zo, laat je zien. Kijk. Wow! Ik dacht naar het ziekenhuis, man. Ik breng je naar het ziekenhuis. Oké. Waar is de dokter? Ik wil je nu genezen. Hou vol, we zijn er bijna. Die patiënt gezien? Ja, en zijn nagels waren amper geknipt. Dokter! Dokter! Jullie moeten mijn vriend helpen. Wat doen die paar kinderen nou hier? Hebben jullie wel geld genoeg? Jullie doen alsof ik geen geld heb. Voor zoiets kunnen we je wel helpen. Nee, maak je zich maar geen zorgen. Je wordt heel snel beter. In Nederland gaat een meisje met haar moeder naar het ziekenhuis. In het ziekenhuis vertellen de artsen dat ze helaas heel ziek is. Mama, word ik wel beter? Ja, de arts komt straks, we horen het wel. Goedemiddag, familie Sanchez? Ja. Ik heb een uitslag van het onderzoek. Wordt toch wel beter, zuster? Jawel, maar het wordt wel een dure behandeling. Ik heb helemaal geen geld. Dat is toch niet erg? Jullie zijn toch verzekerd? Ja, ik ben wel verzekerd. Als je verzekerd bent, komt het helemaal goed. Maakt u maar geen zorgen. Ah, gelukkig. Word ik dan wel beter, mama? Ja, natuurlijk. Arm of rijk, iedereen is rijk.